Mijn eerste indruk, ja, ik denk een beetje hetzelfde als iedereen. Gewoon een prachtig groot gebouw wat je eigenlijk altijd alleen maar aan de voorkant gezien hebt. En ja, nooit bij stilgestaan wat het is ofzo. En als je dan binnenkomt, dat het gewoon immens groot is, heel logisch in elkaar zit. Het is een soort U, maar als je de eerste keer binnenkomt, dan verdwaal je gewoon. En ik zit er nu dus inmiddels een beetje 12 jaar. En tot nu toe is het elke keer zo dat je weer iets ontdekt, dat er weer ergens een gang zit of een kruipruimte. Het is een spannend gebouw. Ja, tenminste zo voelt het voor mij. Als ik soms hier naartoe kom, het eerste wat ik doe is koffie zetten en ik voel me gewoon helemaal op mijn gemak. Het is net mijn jongenskamer, weet je wel. Net als vroeger bij ouders had ik een zolderkamer, zo voelt dit ook voor mij. Dat is gewoon mijn plekje, weet je wel. Ja. Ik weet niet precies wat voor soort lokaal dit is geweest, maar ik heb wel een hoop linealen gevonden en technische meetdingetjes. Dus ik denk een soort teken, technisch tekenen of zo dat geweest is. Een spannende vondst is bijvoorbeeld het grafisch werklokaal wat aan die kant zit. En daar zit een trap, daar zit een deur en door die deur kan je naar boven. En daarboven zit een ruimte en die ruimte die heeft een tunnel die helemaal naar de andere kant van het gebouw gaat. Dus je kan, en dan kom je dus bij iemand anders zijn atelier, bij het plafond kom je binnen. Ja, nou, dit is mijn atelier, dus wat ik hier doe, dat is ideeën opdoen, schilderen, doeken opspannen, technische dingen en alles eigenlijk. Ik zag al net dat je hier een box hebt staan. Ja. Dus je neemt ook je kind hier mee naartoe? Ik neem ook mijn kind hier mee naartoe, ja. Op maandag is het papperdag en dan gaan we samen tekenen of schilderen. Ik zit graag tussen collega's, zo, en dat je zo nu en dan wat feedback hebt over je werk ook. Weet je. Dus hele opvallende types, gekke types. Van die, ja. Ja, natuurlijk, ja, die zijn er wel. Heb ik het idee dat de mensen die de boel gekraakt hebben, dat waren eigenlijk de kunstenaars, dus dat idee heb ik meer de autodidacten, dat waren meer een soort levenskunstenaars en die houden ook een andere soort levenshouding op. Nou, en de mensen die een academie gevolgd hebben, zijn eigenlijk veel serieuzer met hun vak bezig, maar veel minder met wat er om hen heen gebeurt. Ze zijn vaak wat introverter of zo. Eigenlijk, ik kan er eigenlijk niks over zeggen, want ik maak mijn werk door te werken, zou ik maar zeggen. En een ander maakt zijn werk door niet te werken. Ja, dat kan. Ja, ja, je kan bijvoorbeeld iets laten ontstaan door een tijdje niet op je atelier te zijn, maar te reizen of wat anders te doen. Met het gebouw is het niet zo goed. Ik weet niet hoe lang, maar ik denk dat er meer dan 13, 14 jaar geen onderhoud aan is gepleegd. En ik heb een opslag in de kelder en die is al 3 keer overstroomd, zou ik maar zeggen. Ja, dat is rond 1960 geweest. Vertel eens. Ja. Wij zaten in Zoeterwoude op de lagere school. En wij wilden eigenlijk naar de MAVO toe. Maar ja, in onze milieu was dat niet goed. Dus wij moesten naar een andere school toe. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, naar de grote stad toe. Dat was voor ons echt heel wat. Dus ja, wij vonden dat toen gelijk hartstikke leuk. We kregen natuurlijk allerlei vakken, timmeren, metselen, metaalwerken, schetsen en praktijk. Dat was heel leuk. Ja. En had je hier nog aan de overkant van de weg, kregen we dan smeden. En de eerste dag dat we daar binnenkwamen, ik weet niet meer hoe die leraar heette. Maar die ging met zijn armen zo tegen de muur staan. En die zei tegen de hele klas, jongens, jullie mogen er tegenaan drukken. Dus wij hebben aangedrukt en die vent was zo gruwelijk sterk. Die deed boek voor een keer gewoon zo. Dus het hele jaar geen kick meer. Zo sterk was die vent. Dus iedereen had hij gelijk op zijn plek gezet. En dan maakte hij iets warm. Wat we dan die ochtend moesten gaan maken. Nou, die kerel gaf 3 of 4 klappen en het was helemaal perfect. En wij stonden daar echt gewoon de hele ochtend aan te kleunen en aan te doen. En hier hadden we lassen bij Olivier. Ja. Het was een klein kort kereltje, zo'n fel kereltje. En dan moest aan het eind van de les moest het lokaal geveegd worden. En mijn broer liep zo met zo'n bezem te balanceren. Maar hij had al een paar keer gezegd, jongens, dat mag niet. Maar mijn broer deed het dan toch. Op een gegeven moment viel die bezem bovenop die kale harsjes van die Olivier. Dat kreeg mijn broer toch een knol van zijn harsjes, jongen. Zo ging dat toen. Mijn broer heeft daar in dat zou altijd mijn broer doen. Daar een keer met slijper, zo moesten we zijn. Zo'n veertje slijpen. En dan had hij gezegd, zo mag ik niet doen, je moet het zo doen. En mijn broer deed het toch andersom, met het gevolg dat veertje vloog door de hele klas heen. Toen kreeg hij ook een knal van zijn. Boom.
Mijn broer is dan een keer zo ver gegaan dat hij met de Sayers heette die leraar, die gaf dan meetkunde, natuurkunde, algebra en dat soort dingen. En hij had een formule uit zijn boek gescheurd en die had hij onder de tafel zitten. Maar die kerel die was zo scherp, die zag alles. En die kon dan feilloos een krijtje naar je kop toe gooien, poef. En die versterking moest naar voren komen, mijn broer. En met die formule, wat had hij gezien. En de klas uit, hij moest van school af. Maar ik was redelijk goed in die vakken. Dus daardoor heb ik mijn broer te kunnen redden. Dus ik naar de directeur toe en gezegd van, en toen mocht het toch nog blijven, want we hadden echt niet thuis moeten komen met Jan moet van school af, want hij heeft zich afkijken. Maar dat was wel weer een nadeel, dat waren natuurlijk een tweeling. En je hebt er heel veel voordelen aan, maar ook nadelen, want je volgt altijd op. Als een van ons iets deed, dan viel dat op. Als een ander iets deed, want je moest in de rij gaan staan, maar er glipten jongens tussenuit en die waren al eerder buiten. Dat viel nooit op, maar als een van ons dat deed, dan viel dat op. Dat op de verjaardag van onze klasleraar De Vries hebben wij toen gespeeld. En dat was met mijn broer en dan met Wim Huis, die zat er in de timmerklas. Speelden we Everly Brothers liedjes. Nou, dat was hartstikke leuk, 's middags. Maar Willem was dan timmerman. En die zei, joh, dan gaan we ook nog even bij ons in het timmerlokaal spelen. Dus, en die heette geloof ik De Vries. Hoe heet die kerel? Ik weet het niet meer. En toen stonden we daar zo te spelen, op zo'n ophoging van het houtmagazijn. En toen stond er ineens zo'n klein lastig leienaartje, helemaal even spelen. Maar ja, wij dachten, joh, wij staan te spelen, we kijken het maar lekker. Dus wij deden net alsof we het niet hoorden. Maar hij kreeg toch zijn zin, want hij moest er ook een gitaar bij hebben. En dat was de stijl. En die ging daar eens aan zingen. Nou, het was ongelooflijk zo goed. We konden gelijk inpakken met z'n drieën. Dus toen hebben we gezegd, joh, Theo, kom maar lekker bij ons zingen. En toen waren gewoon de Sjoers geboren. Dus dat is hier al gebeurd. En het was een hele leuke tijd. We hebben hier heel veel geleerd. Want wij staan bekend als hele handige jongens. Want we zijn heel goed in verbouwen en in restaureren en dat soort dingen. Dat heb ik toch hier allemaal geleerd. De Sjoers zijn twee metaalbewerkers en twee tenoemers. Dus daar zijn we toch groot mee geworden. Ik heb nog wel eens een hele oude Volvo Amazon gerestaureerd helemaal. Maar dat heb ik toch te danken aan op de ambachtsschool zitten. Het waren eigenlijk allemaal aardige kerels die hier werkten. Nou, wij hebben het heel leuk gevonden hier op school. En eigenlijk wou ik eerst een paar maanden op reis gaan om een paar collega-bedrijven in Europa en zo op te gaan zoeken. Joep van Duin, helaas overleden nu, die kwam ik tegen in Sociëteit de Burgt en die zegt van joh, ze gaan de technische school kraken. En ik wist dus echt precies wat hij bedoelde. Hij zei ja, maar die mensen hebben niet zoveel ervaring met kraken, dus zullen wij samen zorgen dat het... Ik zei Joep, laten we doen. Nou ja, zodoende zijn we dus, hebben we samen eerst een deurtje opengemaakt. En om 2 uur 's nachts kwam de rest van de muiten. Ja, en toen ging mijn hele plan van op reis gaan, ging helemaal niet meer door. Want toen zat ik dus tot op mijn nek in dit systeem. En wij gingen kijken, we hadden zoiets van, ja, wat is de beste manier om binnen te komen? Echt zo onopvallend mogelijk. Het moet heel goed gebeuren. Want als je het 1 keer fout doet, dan is het mislukt. Weet je wel, zoiets, dan moet je echt 100% zeker weten dat het goed gaat. Dus toen was het wc-raampje daar. En toen hebben we eerst wat tralies voor het wc-raampje weg moeten halen. En toen was het zo, ja Joep die was echt zo'n heel forse man. En ik was wat slanker, dus ik moest door het raampje naar binnen. En hij geeft mij dus door het raampje zo'n breekijzertje aan, zodat hij aan de ene kant en ik aan de andere kant die deur uiteindelijk helemaal open kunnen wringen. Toen zijn we samen naar binnen gegaan. En toen is Joep naar de verzamelplaats waar al de andere mensen zich hadden. Dat was in de toenmalige oude X-bioscoop. Want daar zat dus een man of 10 die dus gewoon... Die zaten te wachten. En terwijl Joep dus daarheen was, heb ik hier iets van 2 uur in mijn eentje gewoon heel stiekem in een hoekje me heel gedijst gehouden. Zo. De standaard dingen van een bed, een tafel, een stoel, oftewel een matras. Ja, stoelen hadden we hier zat. Weet je wel, het bleek gewoon, elke stoel hebben we niet meer nodig te zijn. Kijk, de eerste nacht zijn we dus, je moet je gewoon gedijst houden. Of als de volgende ochtend hebben we de politie gebeld natuurlijk. En dan zit je zogenaamd hier al 24 uur. We zorgen dat er geen bewijs is dat het niet zo is. Toen kwamen we er pas achter van, is het zo groot? En dat heeft echt de eerste 2 weken, maar toen waren we echt met een klein clubje bleven. Bewust, we lieten geen extra mensen binnen. Dit is zo groot, dan moet je heel voorzichtig doen. Want voor je het weet zit helemaal vol met junks en weet je wat. Weet je wel. Je moet alleen echt mensen die hier inderdaad een atelier willen hebben, die moet je in huis houden.
Hey Koen, heb je dat toch gezien? Daar en zus en zo, daar zit ook nog iets, weet je wel, zo op die manier. En dan ontdekken die gymzaal en die metseloos erachter en zo. Soms hele sinistere omgeving, die kelder, die stond helemaal onder water. En dan allemaal die grote stalen fietsenrekken en zo. En decor en een spookfilm was het daar. De eerste actie die we ook gedaan, zo van je belt de politie, we hebben het pand gekraakt. Maar dit is een politieke actie. Wij willen de wethouder spreken. Laat die toevallig net die dag niet te lijden zijn. He, dat was heel toevallig, maar dat was dus weer in ons voordeel. Want ja, oké, het is een terechte eis, weet je wel. Je hebt het recht om demonstratie hier in Nederland. Nou ja, plannen maken, het was duidelijk, gewoon er moeten ateliers komen. En ook van die mensen die gewoon hier gaan zitten en dan 2 maanden wel een beetje bijbetalen. En dan uiteindelijk met 1000 guldens schuld en telefoonrekening en manier te begunnen. Er gewoon uitgegooid moeten worden. En toen kon je een atelier gaan uitzoeken? Ja, daar hebben we nog een week mee gewacht, geloof ik. Voordat iedereen een eigen hok ging uitzoeken, ja. En eigenlijk wou ik daar eentje, maar toen had Theo die al. Die was me net voor. Dat is eigenlijk tegen de oude krakerswet ingegaan, omdat de eerste kraker ook de eerste keuze heeft. Maar dat is niet gebeurd. Nu was laslokaal. Allemaal aftakkingen en dan had je 6 aftakkingen waar dan daar weer hokjes onder zaten. En daar konden we 6... lasapparaten met afzuiging en de 6 leerlingen tegelijkertijd hun cursus lassen. Ook wel een heleboel grappige dingetjes hier nog in het pand gevonden. Ik heb inderdaad ook nog wel werkstukjes, zo'n proeflasstukje, weet je wel. het is een beetje moeilijk om te schrijven, maar laat me zeggen, ik ben bezig met het ontwikkelen van rare machines. Eerst ben ik jaren met vuur bezig geweest, maar sinds Enschede kan het niet meer. Niet op een mens lijken of zoiets. Het moet een machine zijn die puur daar is om een emotie te maken. We zitten nu zo rond de 100 vaste mensen, vaste gebruikers in het pand. En daarvan zijn er 6 of 7 nog van het eerste uur. Hun creatieve proces is ook in je eentje in een hokje verf tegen een doek aan smeren. En pas als je er zelf tevreden over bent, dan ga je zeggen, maar jongens, kijk eens wat ik gemaakt heb. En die instelling van die individuele kunstenaars geeft ook een bepaald soort eigen gereidheid. Waardoor het ook heel moeilijk is om met elkaar tot een bepaalde consensus te komen. Normale democratische processen zijn heel moeilijk hier. Oh, ik heb wel eens frustraties gehad. Ja, zeker. Ja. We moeten nou dus echt zo gaan denken van jongens, het kan heel mooi worden. We gaan als het betaalbaar blijft. Ja, er is natuurlijk zo over gebeurd. We hebben inmiddels een sterfgeval in het pand gehad. Maar aan de andere kant is het tweede kind op komst. Ze hebben me opgebeld of ik nog een atelier wilde hebben en dat wilde ik erg graag. Vorig jaar met de open atelierroute. En toen kwam er iemand en die vertelde dat hij toen hij klein was met zijn vader, die was kolenboer. En dat daar de kolen ingestort werd. Dus ik zat eigenlijk in het kolenhok. Gewoon een lekker oud gebouw, lekkere sfeer. Ja. Ja, eigenlijk de nacht van de kraak. Ik ben per ongeluk meegevraagd door degene die het hier gingen kraken. Omdat ik werkte bij Cultureel Centrum de X. Dat was gekraakt en ze dachten van nou, als een kunstenaar daar kraakt, dan is het een deskundige. Die moeten we mee hebben. Opeens zat ik hier met een aantal mensen die ik eigenlijk niet kende in een gebouw. En was ik onderdeel van het kunstencentrum Haagweg 4 geworden. Volgens mij zijn we met z'n allen bij de X samengekomen en heeft hier iemand het slot opengedraaid, de deur opengemaakt en gebeld dat we konden komen. En toen zijn we via de achteringang naar binnen gegaan. En daar zijn we verbleven, zeg maar, zoals dat dan moet. Die stammenstrijd die brak eigenlijk vrij vlot los. Ik weet van Alad Lakker bijvoorbeeld, daar had ik kennis mee gemaakt op die avond. Die zat daar zo, ik wil,
ik wil niet geslagen worden. Ik wil niet geslagen worden. Dat is me heel erg bijgebleven, omdat ik dat zo gek vond, dat je niet geslagen wil worden. En ik kan wel voorstellen, maar dat associeer ik helemaal niet met dat moment, zeg maar, waar wij dachten, nou, dan komt de mobiele eenheid en die ramt me van mijn bloed uit mijn aderen. En bijvoorbeeld dat vond ik, dat dus, die weet ik dus nog heel goed. En mijn toenmalige vriendin, die was er mee. Ik weet het geen eens, ik zou het geen eens kunnen vertellen wie er precies allemaal bij waren. We hebben op een gegeven moment ook besloten huur te verhogen jaarlijks, want dan kan je op een gegeven moment ook onderhoud doen. En dat is de reden waarom je blijft, zeg maar. En dus daar zijn al heel veel praktische organisatiedingen mee gedaan, waardoor je niet de hele tijd al het water in je gebouw in loopt. Geen ontscheiding hadden van mensen die niet wilden opbouwen, die zijn al vrij vlot de deur uitgejaagd. Dat vind ik ons eigenlijk best heel succesvol in geweest, moet ik zeggen. En wij worden altijd weggezet als een stelletje krakers. Maar wij weten wel wat we willen en hoe we proberen daar te komen, zeg maar. Ik heb dit atelier gelijk vanaf het begin. Omdat ik dan als eerste kraker hier ben binnengekomen, zeg maar. En ik heb ook hier mijn woning gecreëerd. Aan het begin liep hier allemaal Engelse krakers rond die als die in een kraakpunt kwamen, dan sloopten ze de boel, zeg maar, de helft werd opgestookt en al het oude ijzer naar de oude ijzerboer gebracht, allemaal van dat soort dingen gebeuren. Dus aan het begin is er ook besloten dat we een aantal mensen hier zouden kunnen gaan wonen. Om de boel in de gaten te houden, om praktisch de boel te organiseren. Allemaal van dat soort sentimenten speelden toen. Het was een hele rare stateloosheid, hè? Eigenlijk in zo'n in gebruik genomen gebouw. Die moet een eigen organisatievorm krijgen. En daar hebben we deze voor gekozen. En voor mij is een radiator die hier brandt, is eigenlijk een klein wondertje, zeg maar. Daar hebben we toch hard aan gewerkt. Dat hebben we toch goed georganiseerd. Maar ik vind ook de toekomst moet recht doen aan het verleden, zeg maar. Er zijn mensen die zeggen, ja, rot op al met al die bewoners hier, zeg maar. Ik zeg, ja, toen heb je afgesproken om dat anders te doen. Om gewoon wel hier te wonen, omdat dat een soort van elementaire veiligheid bracht die nodig was. Ik heb nou op het spel gezet om hier te gaan kraken om toekomst te creëren voor kunstenaars. En dus niet opeens als een Piet Lul die alleen maar voor zichzelf leeft weggezet te worden. En dat zit je hier toch belachelijk goedkoop, ga eens ergens anders heen. Ja, ik zit hier goedkoop. Ik heb daar heb ik ook heel veel dank voor aan de gemeente of aan wie dat dan ook voor mij betekent. Maar ik denk dat ik er een essentieel onderdeel voor ben om dit te organiseren. En ik hoop dat de Haagweg voor nu en voor altijd blijft. Dat moet 64 of 65 geweest. Onverbiddelijke meester De Bruin. Met zijn natuurkunde les, zijn wiskunde les. Niet opletten er maar gelijk uit. Dus wij hier eigen huis, dat waren Doppie er al tekst lag. Maar ja, Doppie natuurlijk in de verf, je weet net hoe dat werkt. Eén grote puin op, ja, dat moet je twee, drie keer flikken, dat was toch wel een keertje boos. Die man die deed nooit wat. Nee, absoluut. En de ene keer kwam hij tot verder naar ons hoofd. Engels leraar was meneer Wijs. Die was erg streng. Ja, die was gelijk van, als je maar niet meekomt, was het gelijk van, die had drie rijen. En de beste zaten op rij 1, de middelmaat zat op rij 2. En deze meneer met nog een aantal jongens zaten op rij 3. Want ja, als je je best niet deed, dan was het, ga maar achterin zitten. En die had ook nog wel een handje van, ga maar in de hoek staan. Dan kon je een hele les in de hoek staan. Ja, dat was ook een typische man. Woensdagsmiddags keldervegen. Beneden bij de fietskelder. Dat was de hele woensdagmiddag, kon je naar, en dan eentje had je de stoker. En je had Pietje P-duiker. Dat was de conciërge, die maakte de wc's schoon. En de stoker, die waren met z'n tweeën altijd woensdagsmiddags als je moest blijven voor strafwerk. Dan moest je je daar melden. Gaan we naar de stoker of naar de conciërge? Nou, dan was je de pineut, hoor. Dat metaalbewerken, dat vond ik vreselijk. Dat hing aan de lucht. Dat vond ik helemaal heel erg. Ik denk, nou, dat moet ik voor mijn levensdagen niet gaan doen.
als je binnenkwam, dan stond er meestal de conciërge met nog iemand die stond al te kijken, alles in de gaten te houden of iedereen zijn penning wel van het bord afhaalde en dat je niet een tweede meenam. Dus je keek wel uit om een tweede mee te nemen. Dat meisje, dat kan me wel herinneren, die werd automonteur. Dat was het eerste meisje op deze school. En het enige meisje wat ik gekend heb. Op zich wel, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Nou, de romantiek van zo'n plek eigenlijk. Niet zozeer het gebouw, maar het atelier van een kunstenaar. Die is daar gewoon lekker een schilderij aan het maken of zijn beelden. En ja, dat vind ik wel, dat straalt voor mij altijd wel een soort romantiek uit. Ja. Ik bewerk hier mijn foto's en ik bereid hier mijn fotoshoots voor. Ja, en de zakelijke dingen en de rondslomberuis noem ik dat altijd. En, maar ook de creatieve fase voordat je gaat fotograferen. Moet je ook even goed bedenken van wat ga ik doen en wat voor soort foto's wil ik maken, wat gevoel. En dan ga ik dat hier altijd ga ik lekker aan tafel zitten en dan ga ik dat doen. Ik ben in 47 heb ik hier op school gezeten. Begin eind 46. En ik kwam van de Mulen af. En toen wilde ik de techniek in, helemaal tegen mijn ouders wilden dat helemaal niet. En ik wilde maar graag in auto's, want alles wat met fietsen te maken had, of bromfietsen of auto's, dat was mijn lust en mijn leven. Die automobielbranche, dat was natuurlijk best wel heel interessant. Want ja, daar wist niemand wat van. Ik kwam uit school en ik moest wel naar de ambachtschool. Mijn vader zei, ja, je kan dat wel doen, maar s'avonds naar school. Ik had natuurlijk helemaal geen techniek. Ik weet niet hoe zo'n motor eruit zag van binnen. Maar intussen zat ik natuurlijk bij Van Olden al een paar maanden en dat had ik al een beetje begrepen. 2,5 uur kreeg ik hier les. En dat begon met van alles natuurlijk, werktuigkunde. Dat werktuigkunde, dat begon met feilen. Stukjes ijzer in de bank. En dan moest ik dan recht feilen, hoekig feilen en rond feilen. Nou, mijn vingers kapot natuurlijk. Ja, en die waren de hele dag zwart. Er zat olie en vet in. En ik had een hekel aan vuile handen. Dat heb ik nog. Dus ik had niet overdag vuile handen, maar ook s'avonds vuile handen. En hier waren haast geen... Ja, er waren... Die wasbakjes, wat ze hier staan. Die hadden ze hier. Maar verder. En dan had je van die zeep waar zand in zat. En dan moest je je handen wassen. Nou, en dan kreeg ik en dat was winter koud, 46, 47. Die winters waren hartstikke koud. Ja, wat was en dan dat veilig, dat was natuurlijk, ik kreeg allemaal kloven. Ja. En dan heb ik nog last van. Last van. Ja. Nog steeds heb ik, zo gauw het koud wordt, krijg ik kloven in mijn handen. En dat komt absoluut hier door die rotte appelschool. die ik moest, en dan liet hij een uur, anderhalf uur veilen. Nou, daar ben je toch gek van. Rodenburg. Die stond altijd aan de ingang van de school. Gele stropjas aan, altijd gesloten bord, altijd een stropdas op en dan stond hij. De bakermat van deze school, dat was de heer Rodenburg. En dan zei zo de heer Vries, want dat was de man die ons hier begeleidde, die zei dan van, je moet er een stukje ijzer onder leggen. Tjeu van Marwijk. Zeg je, ja meneer. En meneer, en er was ook nooit geen ruzie met leraar. Maar wat wij het leukste vonden hier op die school, dat was natuurlijk als die met een. Hadden ze motoren en die mochten wij uit elkaar halen. Wat deden die garages? Die brachten hier wel een spul en zeiden ze: joh, wat. En dan zei zo'n leraar: breng dat maar. Hulpmotor, officieel. En die kom ik daar tegen? Een jongen van de Ammerschool. Hij bleek nu algemeen directeur van het motorhuis geworden te zijn. Via Saskia Maslink eigenlijk. Die had mijn eindexamenwerk gezien in Den Haag, op de Koninklijke Academie. En ja, ze had nog een plekje op haar atelier, dat was in lokaal 23. Heel groot lokaal, een beetje onhandig qua geluid en licht. En via haar ben ik eigenlijk hier gekomen. En de eerste keer dat ik het gebouw binnenkwam was heel groot, heel mooi. En ja, de gang een beetje, de leraren wc's vonden wat minder eigenlijk, de toiletten. Maar echt prachtig. En de ruimtes voor de ateliers, nou, helemaal super. De balustrade was altijd al, daar lag het hout opgeslagen. En de kastjes die ze allemaal gemaakt of de dingen. En ja, de kasten hier, met de nummertjes erop, daar laten gereedschappen. En dit was het lerarenhok. Daar zat de leraar in om even zo te malen dat ze moesten doorwerken.
Ja, ik vind dat eigenlijk dat dit het mooiste atelier is, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het licht is helemaal perfect. Ik heb niet geheel noorderlicht, ik heb gewoon een beetje van alles wat. Dus het licht is gewoon constant, heel diffuus. Prachtig. De ruimte is vriendelijk. Het is voor mij precies groot genoeg, omdat ik toch best redelijk grote doeken maak. En daar kan ik niet altijd gelijk aan werken. Want olieverf moet toch even drogen. En ik schilder veel met acryl, maar de laatste twee lagen zijn meestal olieverf. Dus dan liggen hier gewoon drie grote doeken op de grond. Of kan heel veel dingen kan ik kwijt. Er is een vinger afgezaagd hier, schijnt. Dat hoorde ik van de uitlevering. De zaagmachine stond vroeger hier. En ja, die jongen die zaagde zijn wijsvinger eraf. Ja, ik vind het heel erg prettig. Ik weet bijvoorbeeld, als ik hier naartoe loop, ik ga meestal gewoon gelijk mijn atelier in, deur open en aan het werk. Maar ik weet gewoon dat Rob is er heel vaak, dat hoor je gewoon. Ik hoor Jaap beneden, ik weet dat Marisa is, ik zie het licht schijnen. Heel prettig. Ja, je wordt gewoon omringd door werkende mensen. Dat is gewoon heel fijn. Als je wilt socializen, dan kan dat. Maar ik denk dat in de praktijk, dan komen er gewoon mensen even langs. Maar ik denk dat niet zo heel veel gebeurt. Daar is een theehuis voor. Samen een expositie, dat wel. Ja, door exposities georganiseerd en daar word je dan voor gevraagd. Ik denk dat alles toch wel heel erg gestructureerd is geworden. En dat er nu ook rust is gekomen met het idee dat we gewoon kunnen blijven. Dat is een hele grote verandering. Zie jij jezelf hier nog heel lang zitten? Ik zou het wel hopen, ja. Het is zo, mijn vader was hier advocaat in Leiden. En die is hier 40 jaar secretaris van het bestuur geweest. Die is in 1960 overleden. Toen ben ik hem opgevolgd en heb ik het secretariaat waargenomen. Totdat, zeg maar, gefuseerd is met... 1992, hè? Ja, 1992. En ik had het genoegen dat in het begin moesten we de noturen altijd keurig in een boek schrijven. Wat nou in het archief is. En dat moest ik dus met hand schrijven, maar ik kon later ervaring. Hoe lang moet ik schrijven? Dus heeft het bestuur goed gevonden dat ik het kon door een secretaresse kon laten uittikken. Dus de rest is vertikt. Maar goed. Ik was voorzitter van het bestuur en ik kwam vertegenwoordigde de bouw. De historie van alle de ambachtsscholen, zeg maar, die lag toch hier. Hè. Als je dus, dat groeit er nu wel een beetje uit, maar als je vroeger een technisch vak deed, dan had je op de ambachtsschool aan de Haagweg was je leerling geweest. Oorspronkelijk in 1891 is het gebouw gebouwd, tenminste het jaar daarvoor al begon. En toen stond het op Zoeterwoudsgebied, statige school. Iemand die een vak leerde die van de ambachtsschool kwam, dan had je wat. Okay. Ja, dat is natuurlijk allemaal minder geworden. Ja, dan had je echt een diploma wat het voorstelde. Ja, dan kon je je boterham verdienen. Absoluut. Ja. Er waren te prachtige lokalen. Voor vakonderwijs was het echt, als ik me de autoherstelplaats herinner, en ook waar timmerlieden onderwijs kregen, elektriciens hadden een hele goed georiënteerde, zeg maar, ruimte om dat vak ook goed te leren. Dit gebouw is zo goed gebouwd, dat zie je ook aan de muren buiten. Het zijn echt kolossale, massieve muren en daar moet je heel veel voor doen wil je dat teloor laten gaan. De directeurswoning was op nummer 2, statig afgetimmerd en met het ebbenhout en het mahonie. Dat is echt heel mooi. Ik denk dat de gemeente toch eigenlijk ook wel, zeg maar, dat kaart heeft getolereerd, omdat ze wisten dat er een groot aantal kunstenaars waren die dus onvoldoende onderkomen hadden. En de gemeente heeft eigenlijk nooit behoorlijk actie ondernomen om, zeg maar, tegen de kunstenaars te zeggen, jongens, jullie moeten eruit of wat ook. Het heeft toch een hele duidelijke functie nu ook. En, een goede functie. Nou, ja, precies, dat wil ik duidelijk zeggen ook inderdaad. Dus, ja. Ik heb er nu geen moeite bij. Vroeger wel, want ik ben dus advocaat geweest, helemaal dat arrest. Waar de Hoge Raad toen heeft geoordeeld, daar is een leegstaande pand, die mag je kraken. Ja, daar hadden wij natuurlijk als oude luis van de oude stempels. Ja, maar luis was fantastisch van de eigendom, maar dat kan je zomaar niet doen. Dat zei de Hoge Raad, dus dat is nou wel gek, dat is oneerbiedig uitgedrukt. Maar in ieder geval, maar later, nu en nul. Ja, goed, kijk, ik heb geen probleem, echt niet. Nou, bijvoorbeeld de brandweereisen, dit gebouw voldoet natuurlijk niet meer aan de huidige eisen die de brandweer stelt aan zo'n gebouw. En zeker als er dan 100 mensen in zitten. Vergaderden jullie hier ook in dit gebouw? Jazeker. Waar deden jullie dat? In de bestuurskamer. En dan was het zo dat in die tijd dat mijn tattoo was begonnen, werden er sigaren rondgedeeld. En op een gegeven moment kon je elkaar niet meer zien van de blauwe lucht die in die kamer is.
En we hadden altijd, elk jaar hadden we diner van het bestuur. En dan kreeg je een kiwitsa. Wat nou niet meer mag, gewoon niet meer kan. Maar we kregen altijd, als bij het entree, kregen we een kiwitsa. Diploma's werden, dat was een hele happening. Eens in het jaar, begin juli meestal, dan kregen dus de leerlingen kregen een diploma. Die werd uitgereikt door de voorzitter. En dan voorspraak van een bepaalde examencommissie waren er ook nog die een extra pluim kregen. En die werden over het algemeen werden er ook uit het bedrijfsleven cadeautjes gegeven aan die geslaagde leerlingen. En ja, dat was echt in die tijd iets om trots op te zijn. We hadden altijd een feestavond. Dat zat zo om een beetje. En daar trad een toneelgezelschap op, maar er zaten al die leerlingen van de andere school met hun ouders, die zaten daar in die zaal, dus dat is gehoorzaam. Nee, dat is goed. Maar, en dat was bijzonder aardig ook, omdat er toch ook die luikjes die afscheid namen dan, en die dan nog een feestavond meemaakten met hun ouders als afscheid van de andere school. Maar wat ik wel weet natuurlijk, dat er een kleermakerij geweest is. En ik was toen, daar werden pakken gemaakt. Kleermakers en bakkers. Ook om toch te proberen aan zijn behoeftes te voorzien en in te spelen op moderne ontwikkelingen. Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel plezier gehad, ook voor de conciërge. Want die zorgde natuurlijk voor de nodige koekjes en koffie. Ja. Want mijn vader was natuurlijk secretaris van die school. En ik ben dus meegenomen als klein jongetje aan zijn hand. Toen een van de oudste directeuren, meneer Brilman, die denk ik een man van het begin was. Ben ik daar in die school al rondgeleid. En, hebben ook een mooi werkstukje gekregen wat op de timmerafdeling was gemaakt. Meneer De Bruin die wist goed waar hij naartoe wilde en had soms wel eens wat moeite met dat het bestuur dat anders wilde, maar we zijn er altijd uitgekomen. Met het materiaal wat ze meestal zelf vervaardigd hadden, of gekregen hadden van bedrijven, zijn ze met het hele armoedje naar Parijs gegaan. En hebben ze op die wereldtentoonstelling hebben ze een zilveren medaille in de wacht gesleept. L'école de techniek te leiden. Ja, toen Emma, de regentes. Dus ik ben 75 hier gekomen als directeur. Tot 85. Kunt u zich nog herinneren dat u deze school, dit gebouw, voor de eerste keer zag? Ja, en dat was in 1948. Dus dan gaan we heel eind terug. Dat was toen wel in augustus. Dan kijk je in de zon en denk je, hé, wat zou dat dan voor een gebouw zijn? Dat was dus hier. De Oostvleugel. En niet weten dat je daar later gaat werken en zelfs gaat wonen. Dat was de directeurmodel. Die is toen in de tijd door voor 4000 gulden neergezet. Ja, maar het interieur moest zelf door de school erin gezet worden. Hè? Dat is met een hoop van die dingen gedaan. Zoals die trapleuning ook, hebben ze ook zelf gedaan. Nou, als je binnenkomt, dan heb je dus, had je rechts een wachtkamertje en dan had je een klein gangetje met twee deuren. Links was het kantoor, rechts was mijn kamer. Ook met mooi afgewerkt, hè? Maar die is pas in 1940 daar gekomen. Hè? Okay. Dit gebouw, hè, dat dus uit 92 stamt, 1892, hè? Ik hoorde dat het geld, hè? Ik had verteld van, het is allemaal donaties en, ging een hele bankstel de deur uit. En dat geld, daar ging men weer wat mee doen. Hè? Vroeger nog gasverlichting geweest, hè? Dat moest later elektriciteit worden, nou, dat kostte patiënten. Ik meen in 1918, zo omstreeks die tijd, hè? Toen kwam er op het idee om ook het ambachtsonderwijs te gaan subsidiëren, als rijksregeling. Daar was niet iedereen blij mee, want je kreeg wel een vast inkomen. Maar je was gelijk van alle ambtenaren afhankelijk. Als je een dozijn potloden nodig had, dan moest het over 25 schijven. En dan had je een jaar later de beschikking dat je er geen 12, maar 10 kreeg. He? Want u bent eerst zelf ook leraar geweest, vertelde u. Ja. Wat was uw vak? Natuur- en werktuigkunde. Ja, ik heb er veel mooier in. Er zijn nog een heleboel leerlingen die ik hier en daar nog wel eens tegenkom. Oh, nu de man.
En wat was u nou van directeur? Hoe zou u zelf omschrijven? Nou, toch wel een beetje menselijk. We hebben hier jongens gehad, hè? Die kon je zeg maar geen Engels leren. Als hij dat dan niet kan, misschien was hij wel dyslexisch. Maar als je een kapotte televisie gaf, dan was hij bij de neus speelde, gaf hij weer een goed beeld. Maar als later, toen ik directeur werd, toen hoorde ik van het begin dyslexie af. Voor die tijd wist ik dat niet. Nou, dan moet je achteraf toch wel eventjes teleurstellend achterop kijken. Als je denkt, ik heb misschien mensen wel een strafwerk gegeven, omdat ze die naar mijn idee niet goed hun best deden. En misschien deden ze dat wel, maar ze konden het niet. Hoofdingang. Dus dat was gebeiteld ambachtsschool met vergulde letters. Okay. Die kreeg je in 68 die man moet het. Yes. Toen moest het woord ambachtsschool eraf. Ja. Dat hebben ze dus uitgebikt en weer glad gestreken. Het is toch van wel eens mee. Ja. Van Hogerhand. Ja. Die Duitsers die hebben hier ook gezeten. Die hebben die school van tijd tot tijd gevorderd. En die directeur, die heette toen Kuintjes, die kreeg de opdracht dat hij binnen 2 dagen de weg moest wezen. Kon je nog wel ergens een huis betrekken, want daar ging de officier in zitten. Ja. Er werd ook nog een moord gepleegd. Ja, wordt dwars door de deur heen geschoten. Er is ruzie geweest, bacchanaal, weet je wel, veel drank, orgie. En ruzie en elkaar gaan aanzetten met getrokken door de wolven. Het ene was het toilet ingevlucht. En hebben ze door de deur heen geschoten. De deur moest gerepareerd worden. Om nog niet verder over te praten. Maar er was dus iemand op het toilet? Ja, en dood, ja, die was er. Een Duitser? Ja, dat was de laatste zitting. Ja, ja, daar heb ik zelf vaak nog opgezeten toen ik daar nog woonde. Ja, en dan moet je verder maar niet meer nadenken natuurlijk. De oud-leerlingen. Toen, oud-leerlingen die een eigen bedrijf hadden, die hebben het toen zelf gemaakt en aangeboden aan de school. Ja, dus het is niet hier gemaakt, het is in hun bedrijf gemaakt. De machines, die werden aangedreven centraal met een stoommachine, die stond daar.